Oh. Hallo allemaal, ik ben Kitta en ik ben weer terug met een bril. Ja, dit is een bril. Goed gezien. Oh. In deze video ga ik hopelijk een werkende, hele grote fidget spinner maken. Mag ik even zeggen dat ik echt een hekel heb aan fidget spinners. Ik kan fidget spinners niet eens lief uitspreken. Ik zeg altijd fidget spinners. Laatst had ik een draaiplateau nodig voor iets. En toen zat ik er een beetje mee te spelen. En toen zei ik voor de grap, kijk, ik heb een fidget spinner. Dus daar komt het idee vandaan. Dus ik ga met zo'n ding een fidget spinner maken. Als je dit ding zelf wil gaan maken, waar ik me echt niks bij kan voorstellen, dan ben je gewaarschuwd. Want ik moest 5 van deze dingen kopen. En dat heeft me echt iets van 30 euro gekost. En dat vind ik niet leuk. Dus ik denk dat het nu al tijd is om hem in elkaar te gaan zetten. Wens me succes. Blijf lekker kijken. Alles staat klaar. Ik neem zo'n ding bij de IKEA. Daar pak ik er vervolgens 2 van. Die zet ik dan zo op elkaar. Die kan je dan zo spinnen. Als een fidget spinner. Maar dan moet hij nog van die wieken aan de zijkant krijgen. En dat doe ik dan met de andere 3 platen. Zo. En dan deze erop. En dan heb je een fidget spinner. En dan heb ik nog lampjes en die ga ik erop zetten. Oké, dus ik begin met deze 3 te pakken. En het draaidingetje aan de onderkant te weghalen. Oh yes. Oh. Ah. Oké, ik heb deze 3 platen nu. En dan pak ik deze er weer bij. En ik ga hiervan even kijken wat het midden is. Als het goed is, is dat het midden. centimeter. 122 gedeeld door 3. 40, 41 centimeter. Vanaf hier. Loopt mijn microfoon nog? Ik wil even kijken of mijn microfoon nog loopt. Nee, het antwoord is nee. Hij loopt niet meer. Wat ik nu ga doen is, ik neem deze montagelijm en daarmee lijm ik gewoon die dingen erop. Ze moeten elkaar raken op de lijn. Dus zo. Tien seconden? Ik geloof het niet eigenlijk. Dus ik maak er wel 10 minuten van. A few moments later. Nee, hij zit niet vast. Eventually. One hour later. One eternity later. Als het goed is, kan hij spinnen op dit moment. Daar gaat hij. Hij doet het goed ook nog. Oh my god. Nu is het tijd om de bovenkant erop te zetten. Dus dan moet ik weer gaan wachten tot de lijm droog is. Schroefjes zijn beter. Dus, nu decoratie. Dus ik heb deze leuke gekleurde lampjes. En die wil ik toch op gaan zetten. Maar ik moet de batterijen ergens laten. Dus,
Hij ligt nu ondersteboven. En deze, die zet ik dus gewoon hier aan de onderkant. En nu gewoon de lichtjes erop vastmaken. Later. Oké, dus ik heb alle lampjes er mooi op kunnen plakken. En volgens mij zitten ze er best goed op. Maar toen ik hem ging draaien, zijn de batterijen er onderuit gevallen. Dus toen dacht ik, hij zit toch aan de onderkant. Dus waarom gebruik ik niet even wat duct tape? Dus ik ga nu duct tape halen. Zo, nu valt hij er niet meer vanaf. Oké, ik probeer mijn balans te houden. Oh my god! Ik haat fidget spinners, maar deze is leuk. Dit is geweldig. Niet naar voren vallen. Ik word aangevallen. Of hij is heel zwaar. Oh. Wat? Yeah. Thumbnail. Kan ik hem op mijn hoofd zetten? Hoe ga ik dit spinnen? Dit faalt. Auw. Auw. Oh. Hij viel bijna. Oh. Vond je het een leuke video? Doe dan even dat duimpje omhoog. Als je nog niet wist dat ik een bril heb, volg me dan eventjes op Instagram en Snapchat. Als je nieuw bent, hi. Blijf lekker kijken. Ik weet dat die bijna voorbij is, maar aan het einde zijn er altijd van die rare momenten of bloopers. Tot in de volgende video. Doei! Tom, je mist iets hier.